Is dat even mooi hier? De Adige, de rivier, vrienden. Die loopt dwars door Verona heen. Ja, is dat even mooi? Ja, en dan staan we hier dan voor de ingang van Julia's huis. Ja, waar Romeo heeft gezongen. Onder het balkon. Nou ja, het is hier een drukte van belang, vrienden. Dat zien jullie wel. Ja, kijk, dat is het balkonnetje. Dat is het balkonnetje van Julia. Zie je dat? Daar. En Romeo, hè, daar ben ik dan aan, zogenaamd. Hè, die heeft hier dus staan zingen voor zijn Julia. Dat is het verhaaltje. Kijk, en hier staat mijn Julia. Ja, hier staat ze. Kijk. Ai, ai, ai. Mooi, mijn Julia. Schatje, ga jij eens even op dat balkon staan? Ja. En dan ga ik eronder staan. Ja, dat gaan we doen. Ja, nou, daar gaat ze hoor. Daar gaat ze weg. Op naar het balkonnetje. Nou, is dat even mooi, vrienden? Hoe romantisch is dat niet? Ja. Ja, dan sta ik hier te wachten. Tot mijn Julia daar op het balkonnetje gaat verschijnen. Ja, is dat even wat? Lieverd, oh, dat gaat niet door. Ik moet een half uur wachten om op het balkonnetje te komen. Oh, nee, schat. Nee. Ja, nee. Maar dat hoeft niet. Nee hoor, dan hoeft het niet. Maar dat hoeft het niet. Dan, Nou, dat is een half uur wachttijd, vrienden, voor op het balkonnetje van Julia. Ja. Nou, is dat even jammer? Jammer, ja, maar jammer. Daar heb ik geen zin in. Ga niet door. Krijg je een extra zoen voor, schat. Dankjewel. Lieverd. Nou, het balkonnetje ging niet door, maar dan hebben we dit beeld, hè. Kijk. Ja, dat is ook zo'n toestand hier. Dit is het beeld van Julia. En dan moet je dus volgens de overlevering, schat, jij weet het beter dan ik. Wat moet je doen? Als je de rechterborst van Julia aanraakt. Oh, de rechtertiet moet je aanraken, ja. Dat brengt heel veel geluk in de liefde. Oh, dus, dat brengt heel veel geluk in de liefde. Oh, ja, dus. Dat ga jij even doen. Ja, hallo. Ja, kom op. Kijk hier, dat bedoel ik nou. Daar heb ik dus dan helemaal geen zin in. Waarom? Ik heb geen geluk in de liefde nodig. Ik heb jou al gevonden. Jij bent al mijn wonder. Klaar, ik heb dat niet nodig, lieve schat. Waarom zou ik nog een rechte tiet hier gaan vasthouden? Maar je gaat het wel doen. Je doet het maar voor mij. Oh, dan doe ik het weer voor haar. Nou moet ik het toch doen. Nou, vrienden, ja, dat wordt natuurlijk geen hoogtepunt. Dat begrijpen jullie wel. Ik heb hier totaal geen zin in, al die flauwekul. Ja, ik doe het voor Jut. Nou, daar komt hij dan. Ik ga hier opstaan. Let op, ja, als die mensen weg zijn. Wat zei jij nou precies, wat moest dat zijn? Rechtertiet moet ik vasthouden. Nou, dit is het dan, vrienden, en dit moet dan geluk brengen. Ja, goed zo. Wat een treurigheid. Ja, dat me dit moet overkomen. Nou ja, goed. Oké. Zo tevreden, lieverd? Ja, super. Okay. Super, fijn. Nou, dat was weer genoeg gekkigheid. Op naar de tweede plek in Verona. Natuurlijk kan je niet naar Verona zonder deze. Nee, de arena hier zomers worden hier allemaal opera's opgevoerd. Mensen gaan hier speciaal naartoe. Jullie volgers zullen hier ook wel eens een keer geweest zijn. En dit is voor mij een hele historische plek. Ja, kijk maar even mee, vrienden. Kijk maar even mee. Ja. Hey. Ja, het is stokoud dit. En hier, vrienden, hier, die plek daar. Kijk even mee, daar. Zo, schuin, daar kun je nou niet komen. Het is allemaal afgezet hier. Zijn druk aan het bouwen voor een opera weer. 1989 stonden wij hier. Ik, Spaan en ik stonden hier. Op die plek. En daar hebben we het programma Verona. Hebben we hier begraven. Dat hebben we gedaan. Ja. Einde van Verona. De volgers, de echte liefhebbers van Verona, die weten dat nog. 1989, vrienden, zo lang geleden. Stonden we hier met een videoband van de laatste uitzending. En die hebben we hier onder een steen gelegd. En toen zeiden we van, dit was het. We stoppen met Verona. Ja, dat was toen een momentje hoor, vrienden. Ja. En toen stonden we samen zo bij zo'n steen.
stonden we zo. En ik nam mijn petje af. En dan stonden we nog even. En toen zei Henk van nou, het is mooi geweest. Nou. Het is mooi geweest. Kom maar. En toen liepen we weg. En toen zwelde de muziek op met de tekst van heel in de verte klinkt zachtjes de bel. Ja, die zegt dit was de laatste ronde. Heel in de verte klinkt zachtjes de bel. Die zegt dit was de laatste ronde. Ja, die muziek. Maar vrienden, ja, dan sta ik hier op deze toch wel geweldige plek. Ja, met heel veel, voor mij, historische waarde. En ik ga dat loopje nog een keer maken. Hier, kijk met me mee. Hier liepen wij. Maar in het oude filmpje kan je zien, er zijn hier gewoon die historische treden. Daar hebben ze deze stoelen nu overheen gelegd. En toch ga ik hier ook nog even lopen. Nog één keer, gewoon, ja, uit nostalgische overweging. Vrienden, zien jullie morgen weer met het volgende filmpje. En daar gaan we, hè? Ja. In de verte klinkt zachtjes.